Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan vandaag met Flashback Team of the Year Paul Pogba spelen. Een bizarre kaart. Als je naar deze statistieken kijkt, dan is het een kaart waarvan je denkt, deze moet je gewoon in je team zetten. 5 sterren skill moves, 4 sterren zwakke been. We weten allemaal hoe goed Pogba was, ook in de afgelopen FIFA's. Dat was gewoon een standaard speler die je in je team moest hebben. We gaan vandaag met hem spelen. Doe even een duimpje omhoog. Minimaal 1000 likes voor deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal, dat kan hieronder. Dat is gratis, 117.000 abonnees. Ik wil het heel graag halen. Daar heb ik wel jullie hulp voor nodig. Doe het alsjeblieft. Oké, jongens, dit is ons team op dit moment. Laten we gewoon gelijk naar de spelen gaan waar het om gaat. We hebben even dit team gecreëerd. We hebben nog best wel wat coins op de balans. Even kijken, we hebben op dit moment nog 3 miljoen op de balans. We gaan ook nog een Team of the Year packs openen. Maar dat bewaar ik eigenlijk voor het einde van Team of the Year. Totdat iedereen erin zit, plus 12e man. Het gaat eigenlijk allemaal om deze speler, Paul Pogba. Ja, toen ik de SBC van de week al gelekt zag op Twitter, dacht ik van ja, deze ga ik doen. Hoog aanvallend werktempo. Normaal verdedigend prima. Skill moves 5. Zwakbeen 4. 1,91. Heel erg belangrijk. Vooral in deze game heel erg belangrijk. Alternatief positie CVM. LM. Dat is denk ik prima. Ik denk dat je hem voornamelijk als CVM of CM gaat proberen. Dus de LM is denk ik niet echt nodig. Frankrijk, Juventus. Dat is allemaal top. Sprintsnelheid 83. Versnelling. Ja, dat had misschien iets beter gekund. Maar ik denk dat dat heel erg meevalt. Lex was natuurlijk als die versnelling misschien net zo hoog sprintsnelheid was. Dat ze allebei 81 of zo waren. 82. Eigenlijk heb ik soms liever nog dat versnelling iets. Ja, dat merk ik bijvoorbeeld bij die Ramos kaart nu ook. Dat een versnelling eigenlijk wel heel erg lekker is voor die eerste meters. Schotkracht 96. Afstandsschot 89. Kracht 95. Koppen 95. Hij kan heel goed koppen. Verdedigend is hij goed. Balbeheersing 92. Ja, dat is letterlijk geen één statistiek die slecht is. Hij heeft twee statistieken onder de 80. Dat is versnelling en verdedigend inzicht. Voor de rest alles boven de 80. Schot buitenkant voet. Afstandsschoten. Ja, jongens, dit kan gewoon niet anders dan dit een fucking zieke kaart is. Ramos is fucking goed. Popper zal ongetwijfeld ook goed gaan zijn. We gaan even kijken hoe we gaan spelen. Ik denk dat dit wel het fijnste is. Laten we gewoon beginnen. FUT Champions met Paul Pogba. We hebben er al 2 gewonnen. Dat was van de vorige keer, dus dat was chill. Alsjeblieft niet eruit gooien, FIFA. Oké, dat scheelt weer. En dit is onze eerste tegenstander. Zijn naam is niet een bekende. Zijn team valt heel erg mee. Puyol, Rabiot, Saka. En Ronaldinho is de beste natuurlijk. Oh, ik ben benieuwd jongens. Paul Pogba. Echt de eerste FIFA denk ik dit jaar dat je hem niet vanaf het begin in je team zet. Jezus, wat is dit dan? Bailly. Kom maar. Goed Bailly. Ook, ja, een SBC die je had moeten doen. Oh, Ed. Oh, wat goed. Keeper movement op het juiste moment. Hier is hij. Eerste balcontact. Pogba. Hoe voelt hij aan de bal? Kijk of hij hier voorbij kan. Oh. Tweede kans dan. Gelijk hierna. Pogba, met de actie. Hoe snel is die? Hij is heel snel. Dat is goed. Mooie acties, maar slecht gedaan. Poh, ziek schot van ons tegenstander. Cool. Blijft ook heel goed deze kaart. Enige jammer is dit jaar vind ik dat de middenvelders of zo niet heel erg belangrijk zijn. Ze zijn wel belangrijk, maar ja, zoals nu ook. Ik creëer eigenlijk bijna geen schoten en kansen met de middenvelders. Misschien in 4-2-2 wel. Maar niet in 4-2-3-1, 4-4-2 of wat dan ook. Dan komen mijn middenvelds in ieder geval niet genoeg in het spel voor. Pogba, daar is die jongens. We hebben nog weinig van hem kunnen zien. Dit is goed. Maar goed, dit zou je normaal gesproken ook niet op het middenveld doen. Nee, dit is een beetje raar. Kijk wat hij nu kan. We gaan even 1-2'tje met hem maken. Kijk hoe die aanvallend is. Dit is, ja, dit is goed dat hij hem weer goed terugpakt. Dus ook goed. Kom maar, 1-2'tje. Even kijken wat je kan. Afstandsschot. Goed getimed wilde ik zeggen, maar helaas. Goeie aanval. Kom op, Messi. Nu dan. Plaats schot. Slappe hap, zeg. Pogba, nu dan. Kom op. Even een afstandsschot. Laat het eens zien. Buitenkant voet. Ook niet goed. Ook niet goed. Nee, het is rust. Ja, we eigenlijk. Ja, je ziet eigenlijk te weinig van Pogba op deze positie. Nogmaals, dit jaar. Ik weet niet waarom. Maar vroeger waren de CDM's echt hele belangrijke posities. Maar dit jaar, ik weet niet wat het is. Ze komen in aanvallend. Ja. In aanvallend spel komen ze bijna niet voor. En verdedigend lijkt het ook net alsof je die linie overslaat. Dat is heel raar. Ik ga even voor de video Pogba op 10 gebruiken. Messi gaat hierheen en dan zit hier even Cancelo neer. Dat is perfect. En ik ga ook even 4-2-2 instellen. Dus goed, Pogba. Goeie actie hoor. Och, hij danst met zijn tegenstander. Schitterende actie tot nu toe. Wat doet hij allemaal? Maar dan gaat hij te ver door. Dan moeten we eigenlijk eerder paas. Pogba, ach, krijgt hem er weer geluk mee. Dit doet hij zo snel, die beweging daar. Die is zo fucking ziek. Nu dan, groen getimed, maar niet goed geplaatst. Jezus, Mia, hier, dit is niet normaal. Ik kon gewoon niet de goede verdediger selecteren. Heel raar.
Nu dan Pogba. Kom maar. Groen getimed. Oh, dit is lekker, lekker, lekker. Dat is toch het voordeel van hem. Wat heet je? Een schotkracht 96 of zo? Ja, dat zag je nu dus wel echt terug. Echt een flinke pegel. In die linkerhoek, even kijken. Pocky. Ja, heerlijk. Lekker met buitenkantje voet. Dus geen buitenspel. Di Maria. Doe het dan, alsjeblieft. Di Maria, ik ben zo negatief over jou geweest. Maar nu snap ik waarom. Nu dan Pogba. Vanuit die hoek weer. Oh, dit is slecht. Pogba, kom op. Goeie paas op onze grote vriend Keen. Goeie paas. Kom op. Kom op. Die tegenstander is ook ziek hoor. What the fuck. Hij doet alleen maar R3 spammen. Ramos, oh nee. Tegenstander doet alleen maar R3, R3, R3. Waardoor je dus ja, een zieke snelheidsboost krijgt. Pogba, daar is die. Goeie actie. Goeie actie. Goeie actie. Jezus Mina, wat gebeurt hier? Doe het dan. Oh, dit is weer zo stom. Goed, Ramos. Lekker hoor. En Messi, dit is geen buitenspel. Kom op, stift hem. Goed. Nee. Nee. Pogba, nog een keer. Nu dan. Oh. Niet eens groen getimed. Ik zei het ook expres niet. Niet groen getimed. Nou ja, ik zei het niet, maar normaal zeg ik altijd groen getimed, terwijl het niet zo is. Weer een zieke goal, hè. In 4-1-2-2, je ziet gelijk dat zijn... Ja, dit is echt zijn positie. In 4-1-2-2, aanvallend. Daar laat hij het echt zien. Pogba, wint hem, natuurlijk. Kom maar, laat het maar ook zien gelijk. De snelheid. Doe het maar. Doe maar gek. Oh, mooie actie alsnog. Het kan nog. Het kan. Kom op. Goed. Dit is geen buitenspel. Kom op. Oh, dit is rood. Als dit geen rood is... Ja, terecht. Vieze overtreding. Breefschot. Laag recht. Doe het maar. Maakt mij het uit. Aan de kant jij. Aan de kant! Wil deze wedstrijd nog beslissen? Kom op. Binnen de 90 minuten. Kom op. Kom op! Doe het zelf. Nee. Doe het niet zelf. Doe het wel zelf. Doe het daar. Doe het daar. Pocky! Alsnog dan. Kom op. Jij moet het doen. Voor de video. Voor de fans. Kom op. Schitterende actie. Oh, jongen. Nee. Dan gaan we verlengen. Dat willen we niet. Bill. Kan hij het dan doen? Gerrit. De Bill. Gerrit. Oh. Zo, wat een goal zeg. Met rechts met Gerrit. Laatste aanval van ons tegenstander. Kan hij nog iets? Ik ben een kampioen in goals weggeven in de laatste seconde. Dus ik zie het zo nog gebeuren. Maar oké, we hebben Theo Hernandez daar. Pogba. Ramt hem er niet uit. We winnen de eerste pot. 2 goals van Pogba. En die CM-positie voor hem in 4-2-2 is echt heel erg goed. Dit is onze tegenstander. Heeft hij een Vitesse-logo? Zit er een Vitesse-fan? Zou dat zo kunnen zijn? Ik denk het wel. Pogba. Daar gaat hij. Op stoom. What the fuck? Kom maar. Pogba. Afstandsschoten, jongens. Alleen maar. Pogba gaat goed door. Dit is geen buitenspel. Gaat hij het dan afmaken? Oh, dit is wat. Maar slecht. Slecht gestift. Alsnog dan. Pogba. Goeie actie. Akka. Nu dan. Buitenkant voet. Oké, dit is klaar. Weer 2 goals Pogba. Ik kan helaas geen derde potje spelen. Ik moet er even van tussen. Wat vind jij van deze Pogba? Even snel nog zijn statistieken bij. Ja, we hebben net kunnen zien hoe fantastisch deze kaart is. Lijfste ding, ik vind als we kijken naar de negatieve ding. Ik vind dat hij af en toe een beetje lomp overkomt aan de bal. Kan hij een beetje raar aanvoelen. Ook zijn snelheid. Je merkt inderdaad dat zijn versnelling niet echt hoog is. Ik had liever zijn versnelling iets hoger gehad dan zijn sprintsnelheid. Vooral daar op het middenveld. Ja, overal is dit gewoon een te zieke kaart. Dit is een kaart die je moet doen eigenlijk. Wat een lekker team zo. We hebben nog 2,3 miljoen op de balans. Dat zal wel iets meer worden. We gaan eind van deze week Team of the Year packs openen. 1000 likes voor deze video zou ik kunnen waarderen. Abonneer even. 117.000 abonnees willen we graag halen. En dan zien we elkaar snel weer. Ciao, ciao mensen. Bye, bye.